live vanaf het Mediapark Jaarcongres. Een serie afleveringen van Topnames. En voor wie het programma kent, je weet al een jaar of twee, ruim twee jaar praten Roeland Stekelenburg en ik iedere week met minimaal twee mensen over allerlei facetten van de impact van de digitalisering van de samenleving. Jij komt ons vandaag vertellen over wat het voor de muziek betekent. Ja. Stel je even voor. Ik ben Evelien van der Steen en ik ben Head of Social Media bij Armada Music. En een head of social media betekent dat er ook nog mensen onder jou Ja, ja, we hebben het inmiddels in de afgelopen jaren opgebouwd tot een heel team. Dus zodoende geef ik daar leiding aan en zorg ik voor de grote lijnen met betrekking tot de online ontwikkeling binnen Armada. Ja, je kan je bijna niet voorstellen, maar er zijn misschien toch nog een paar mensen die niet weten wat Armada is. Maar dat is het bedrijf van Armin van Buren. Ja. Of van Armin van Buren, maar om Armin van Buren heen. Die alle rechten exporteert, de merchandise eromheen doet, de social media. Hè? Uiteindelijk de AR staat voor Armin. Samen met Michael Piron en Dave Lewis zijn zij 10 jaar, we staan dit jaar 10 jaar geleden begonnen. Ja. En eigenlijk zijn we uitgegroeid tot een, je zou bijna kunnen zeggen, multimedia bedrijf. Waarbij we meer dan 25 andere labels vertegenwoordigen. En echt honderden artiesten onder onze hoede hebben, als het ware. Dus, vertegenwoordigen, dus dat is meer een soort managementachtige functie. Ook. En we doen eigenlijk de digitale distributie van alle muziek. We brengen, laten we zeggen, 8 singles per week uit. Heel veel digitale compilaties. Nog een enkele fysieke compilatie hier en daar. Dus het is het distributeren van de muziek. Dus ook van alle 25 labels die we vertegenwoordigen. Naar het internet, als het ware. Ja. Ja, wat ik heel uniek vind zelf aan hoe jullie het doen, is dat eigenlijk de traditionele marketing hebben jullie gewoon overgeslagen en gezegd social media, dat is het. En alle buzz rondom jullie merk en rond Armin is misschien wel het beste voorbeeld, gaat via social media. Ja. Hoe doen jullie dat? Hoe ziet jouw dagelijkse praktijk eruit? Eigenlijk is het wel grappig, want ik ben zelf 6 jaar geleden begonnen en dat was eigenlijk puur en alleen voor de digitale distributie. Hè? Dus het leveren van je muziek aan de downloadportals. En eigenlijk al tijdens mijn sollicitatie daarvoor had ik al een artikel uitgeknipt in de krant over YouTube en de partnership wat dat zou gaan opzetten. En eigenlijk sindsdien, ik ben eigenlijk de nerd van het bedrijf zo gezegd, ben ik me alleen maar bezig gehouden met nieuwe ontwikkelingen. En YouTube is daar één van. En natuurlijk de opkomst van social media en allerlei andere nieuwe ontwikkelingen die zich eigenlijk dagelijks voordoen. Ziet mijn dag eruit met het bezighouden van alle nieuwe ontwikkelingen en hoe wij ons daar als bedrijf kunnen profileren. Maar ook 24/7 eigenlijk het leveren van content op alle verschillende platformen. Want met het internet bedien je natuurlijk eigenlijk een globaal audience en niet zozeer Nederland. We zijn eigenlijk het kleinste Nederland van alle landen. En dat houdt dus in dat dat allemaal gescheduled moet worden. Dat moet allemaal gestroomlijnd worden. En dat is echt een hele afdeling op zich. Inderdaad, wat je zegt, we hebben eigenlijk geen eens een marketingafdeling. Dat is echt allemaal in eigen beheer op het gebied van social. En dan is het natuurlijk te gek om te zien dat daardoor je wereldwijd een bekendheid krijgt die voorheen natuurlijk met de oude media nooit voor ogen had kunnen houden. Ja. Wat head of social ben jij? Wat doet jouw afdeling? Wat doen de andere mensen, zeg maar, op jouw afdeling? Het maken van video's. Er zit één iemand sowieso op het dagelijks produceren van video's. Dus dan moet je denken aan alle tracks die wij uitbrengen, daar maken we video's van. Maar ook als er een album uitkomt, dan hebben we snippets, maken we playlists, dus dat. Maar daarnaast posten we natuurlijk op Twitter, Facebook, Google+. En je moet je voorstellen, eigenlijk doen we dat voor Armada, maar ook voor Armin en voor een van zijn labels, State of Trance, waar ook een radioshow aan gekoppeld is. Ja. En die drie merken zijn eigenlijk het grootst. En je kunt je voorstellen, met alle content is dat een dagtaak voor een club van 6 man. Ja, want Armin is natuurlijk een wereldmerk, je zei het net al. Veel mensen vragen altijd aan mij wat je dan leest op zijn Twitter-account, hè, of de fotootjes die je ziet. Maakt hij die echt zelf? Ja, ik weet het toevallig, maar dat is eigenlijk best bijzonder. Hè? Wij doen zelf zijn Facebook en Google+, en posten dan natuurlijk die content ook door. Ja. Maar in principe, en Armin is zelf ook iemand die de technieken omarmt en die dat ook te gek vindt om altijd op zoek te zijn naar nieuwe digitale ontwikkelingen. Zoals nu met Google+ en die hangouts, en dat is echt, hij leeft het zelf ook. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld zijn radioshow wereldwijd super succes is door het internet. En,
ja, door eigenlijk gewoon een early adapter te zijn op al die verschillende platformen, ja, heeft het voor de groei gezorgd waar we nu eigenlijk in zitten. Mijn theorie geeft een voorbeeld. Hoe gebruikt hij dan Hangouts bijvoorbeeld? Nou, uiteindelijk is het toch grappig. Ik ben 2 jaar geleden begonnen met het opzetten van zijn Google Plus page. En toen had iedereen zoiets, ja, Google Plus, weet je, wie gaat erop? Maar dat is altijd wel grappig dat men zich dan niet realiseert dat het juist van belang is om in het begin zo'n page op te zetten, zodat je mee kunt groeien met de ontwikkeling van een dergelijk platform. En toen heb ik eigenlijk met Google in New York, heb ik dat samen hebben dat opgezet. En toen was dus een van de dingen een hangout. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het fenomeen hangout, ongetwijfeld. Ja, we gebruiken het zelf, ja. Super. Ja. En toen heb ik uiteindelijk gewoon een video laten maken, waarin hij dus zeg maar de fans bedankt die hem op dat moment al volgden op de platform. En door die video te sharen konden ze dus een hangout met hem winnen. Nou ja, waardoor hij een van de eerste artiesten was die dat deed. En waardoor natuurlijk Google dat ook een spotlight gaf. En daardoor groei je gewoon mee met zo'n platform. En ja, uiteindelijk is het mijn missie om natuurlijk uiteindelijk alle artiesten en alle merken die wij vertegenwoordigen een groot online presence te bieden. Maar het is grappig om te zien dat men altijd nog een beetje een soort van afwachtend is. Zo van eerst maar kijken of het een succes wordt. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Omdat je dan, ja, in een groot vergaarbak aan content en verschillende merken. Dus jullie beleid is eigenlijk voor op al die platformen, alles wat er nieuw komt, early adapter zijn. Als Vine komt, gaan jullie Vine filmpjes maken. Daar zijn we dus nu ook mee bezig, inderdaad. En sommige dingen werken dan natuurlijk ook niet. Ja. Maar het is, en dat is mijn, eigenlijk ben ik zeg maar de afgelopen 6 jaar altijd bezig geweest met die ontwikkelingen. En eigenlijk wel een waanzinnig leuke baan. Ja. En ik ben echt inderdaad. Als je dit voor Armin van Buuren wilde. Want als jij Google New York belt en zegt, nou, ik ben head of social van Armin. Ja, alle deuren gaan natuurlijk Nou ja, we zijn nu, ik kan er niet veel over zeggen, maar er gaat een heel leuk project aankomen. Ook samen met Google nog een andere partij. En ja, dat inderdaad, het opent deuren die normaal gesloten blijven. Ja. En dat is gewoon, en als je ook ziet de impact die hij ook heeft. Want we hebben dan, nu heb ik dit jaar, hij doet altijd zijn radioshow. En iedere 50ste aflevering doet hij daar een wereldtour mee. En mensen zijn eigenlijk fans all over the world. Zijn eigenlijk zelf begonnen met het voeren van campagne. En toen had ik zelf zoiets van, hey, hoe cool zou het zijn om al die mensen van over de hele wereld eigenlijk te betrekken in die radioshow. Dus daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Het was een enorme spannende aangelegenheid. Want ik bedoel, het werd gelivestreamd op YouTube. Dat was al uniek. En het was het moment dat hij zijn radioshow doet. Dus 20 miljoen mensen luisteren mee. En op het moment dat hij dus iemand aankondigde, of een nieuw land aankondigde, waar hij zijn show zou gaan doen, had ik dus ervoor gezorgd dat die mensen uit dat land direct in videocontact stonden met hem via een hangout in de uitzending. Ja, en dat was gewoon waanzinnig. Want uiteindelijk, de technieken bieden zoveel mogelijkheden. En het is gewoon zo ontzettend leuk om te kijken naar hoe je dat op een creatieve manier kunt integreren in een format wat sowieso al heel succesvol is met zijn show. Nou ben je hier zo'n beetje op het meest traditionele event wat er is. Gewoon de televisiecommunity in Hilversum. Ja. Wat ga jij die mensen straks vertellen? Nou ja, ik hoop ze eigenlijk gewoon te inspireren om altijd proactief te zijn en te kijken naar nieuwe mogelijkheden in plaats van, kijk, ons voordeel is natuurlijk ook dat ik ben degene die dat allemaal denkt en doet. We hebben geen logge bedrijfsstructuur waarin je met hele afdelingen moet gaan schakelen. Dus dan is de mogelijkheid ook makkelijker. Maar ik hoop uiteindelijk dat ik een goed voorbeeld neer kan zetten waardoor de traditionele media getriggerd wordt om te kijken naar eigenlijk de ontwikkelingen die al, nou ja, wat ik al zei, al jaren gaande zijn. En om daar een wereldwijd publiek mee te bedienen. Want dat is eigenlijk het ding. Zodra je op internet begeeft, ga je eigenlijk van een Nederlandse doelgroep naar een internationale doelgroep. En dat is natuurlijk misschien voor traditionele media minder makkelijk te schakelen. Maar ik hoop ze een beetje een inspiratie te geven. Wat je natuurlijk inderdaad doen is, en die is natuurlijk een prachtvoorbeeld, want wat je eigenlijk op alle fronten doet, is je schakelt eigenlijk alle tussenschakels die er ooit nodig waren, schakel je eigenlijk op alle manieren uit. Je hebt rechtstreeks contact met de fans, je verkoopt eigenlijk rechtstreeks aan de fans. Ja. Jij noemt het een radioshow, maar het is eigenlijk, daarmee bedoel je, het is geluid, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk helemaal geen radio, in die zin, in de klassieke zin. Het zal misschien wel ook op radio zijn. Iedere week is het op de radio, inderdaad. Ja, maar eigenlijk is het een online ding, wat hij ook rechtstreeks En om maar even een voorbeeld te noemen, inderdaad. Op het moment dat we dan State of Trance heet zo'n show en mensen moesten zich dan aanmelden om tijdens de wereldtour, hebben we het dus ook geïmplementeerd. En dan zie je gewoon dat die groei van zo'n page, dat gaat gelijk gewoon honderdduizenden aantallen omhoog. En dat is gewoon uiteindelijk natuurlijk in these days waar een bedrijf op waarde geschat wordt, is je
online presence. Ja, en dat zijn natuurlijk ook de momenten waaromheen jullie weer de nieuwe merchandise naar buiten gooien. Ja, voor ons is het uiteindelijk zo, al die social network sites en YouTube, dat zijn eigenlijk allemaal in-house promotiematerialen. Waarmee we gewoon op een superleuke manier onze content aan de man kunnen brengen. Want zo moet je natuurlijk zien, in de basis blijven we nog platen verkopen. Nou ja, goed, downloads in dit geval. Ja. En op het moment dat wij inderdaad, we zien het ook, op het moment dat we een post doen naar Spotify of iTunes, zie je ook gelijk een stijging in het aantal downloads. Ja, dat is natuurlijk waar je voorheen moest adverteren of in winkels je cd's moest presenteren. Maar goed, heel veel van die dingen verdien je eigenlijk nog helemaal geen geld mee. Waar zit het belangrijkste businessmodel van jullie hele bedrijf? We zeiden net aan het begin, de muziekindustrie is ook enorm veranderd. Het geld wat je vroeger met cd's verdiende, dat is een stuk minder geworden. Het gat wordt nog niet helemaal opgevuld door Spotify en iTunes. Concerten, zijn veel belangrijker geworden. Hoe werkt dat bij jullie? Bij ons is eigenlijk de key nog steeds toch de downloads op iTunes en Spotify is voor ons nu een van de belangrijkste. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want ik heb ook heel vragen over Spotify. Zie ik vaak in discussies. Ik ben groot fan van Spotify. Betaal graag. Ik betaal voor mezelf en voor mijn kinderen. Ik betaal 3 tientjes per maand ervoor. En krijg ik daarna altijd reacties van mensen. Ja, maar het levert niks op. Ja, maar dat is uiteindelijk natuurlijk. Is dat misschien zo als je 5 plays krijgt. Dan levert het inderdaad niks op. En dat is dus in deze tijd het belangrijke. Dat je de waarde moet gaan inzien van jouw online profilering, omdat je dat als tool kan gaan gebruiken om die sales te boosten. En ik bedoel, in these days, als je kijkt naar de fysieke verkoop, hoe dat stagneert, dat is the only way to go. En uiteindelijk zal er ook een Google streamingdienst op gaan staan en die gaat weer concurreren met Spotify. En uiteindelijk, tuurlijk, is het zo dat je altijd wel meer wil hebben per stream of per play. Maar jij zegt voor Armin is Spotify echt de belangrijkste inkomstenbron. Nou ja, voor Armin is het natuurlijk die optreden natuurlijk maar show. Maar qua Spotify, iTunes, Beatport, dat is eigenlijk de top 3 waar wij inkomsten realiseren. En natuurlijk ook het advertentiemodel op YouTube, maar dat is niet de key in die zin. Ja. En jullie zijn ook productiebedrijf anders dan alleen muziek maken. Want ik herinner me de documentaire over Armin. Die ging geloof ik, die was wel op televisie te zien, maar daarna konden we hem alleen maar bij de KLM bekijken. Ja. Normaal gesproken ben ik gewend om uitzending gemist aan te zetten, maar in dit geval kon dat niet, want ik moest bij de KLM gaan kijken. Welke andere financierings, hoe kijken jullie naar dat soort producties? Dat is ook een andere manier van werken dan we gewend zijn. Ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk, en dat is het grappige, omdat gewoon bedrijven van over de hele wereld ons benaderen. Omdat zij juist, je ziet het al aan de manier van adverteren, dat merken zich graag willen koppelen aan een soort lifestyle. Wat dus natuurlijk met artiesten en met muziek te maken heeft. En daarbij is het voor ons gewoon, het allerbelangrijkste is daarin gewoon dat je dus die content kunt je produceren door zo'n deal te maken. En door dat gewoon op zo'n manier exclusief een paar weken te laten hosten op de KLM-site. Wat voor heel fantastische content is. En voor ons een manier is om überhaupt de hele DVD te produceren. Dus dat is uiteindelijk wel. Maar alles waar je dat vroeger in samenwerking met een traditionele productiemaatschappij zou doen. Of een deal zou maken met een zender. Heb je dat nu helemaal in eigen beheer. Je kiest je commerciële partij erbij. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke verandering. En ik zeg ook wel, als het internet eruit ligt, dan heb ik gewoon niks te doen. Het is gewoon grappig, want het is natuurlijk allemaal in the air. Dat hele tastbare, dat wordt steeds minder. Ja, maar ik bedoel, dat zie je in alle ontwikkelingen. Het feit, ik heb zelf ook geen tv. Het feit dat iedereen alles mobiel wil hebben met tablets, de ontwikkeling die je ziet. Ja, door daar niet op in te spelen, heb je uiteindelijk natuurlijk alleen maar jezelf ermee. En je zult wel mee moeten. Dus daarom is het gewoon zaak om daar een early adapter te zijn, ben ik van mening. Kunnen we het ook eens naar je, want dit is een prachtig voorbeeld. Een heel groot voorbeeld. En heeft hij allemaal zelf door zijn eigen kwaliteit en zijn eigen dingen gedaan. Maar als we het even naar wat, je hebt vertegenwoordigd heel veel artiesten en heel veel dingen. Als je nu een beginnend DJ bent, wat ga je dan doen? Nou ja, dat is juist de kracht, want je hebt alles in eigen beheer natuurlijk in die zin. Ik bedoel, het is zaak dat je ervoor zorgt dat je, en dat is vaak de fout die wel gemaakt wordt. Je moet al nadenken over hoe je wilt profileren en wat voor soort content je wil gaan delen met je fans. Ik bedoel, het is juist nu een direct contact met je fans. En door juist connecties te maken, waar wij natuurlijk het voorbeeld in zijn in die zin. Wij proberen altijd cross-promoties te maken, waardoor je dus ook voor nieuwe mensen een platform kunt bieden. Dus in die zin is het juist voor beginnende artiesten van belang om inderdaad gewoon video's te gaan creëren, zodat mensen ook echt daadwerkelijk een bepaald gevoel met je krijgen. En eigenlijk is dat nog belangrijker, zou je bijna kunnen zeggen, dan
Ja, tuurlijk, als je een hit scoort, dan is dat in één keer klaar. Maar het is grappig, want het sluit ontzettend aan bij wat Jan-Jaap van der Wal net zei. Had het over creativiteit. Zegt, ja, wat er vooral verandert is dat als je iets wil, dan moet je het gewoon doen. En dat is het, ja. En je moet het gewoon maken. Ja. En de volgende stap is dat je je publiek ermee moet zien te bereiken. Ja. Maar als je het niet maakt, ja, dan... niemand kan je meer stoppen. Nee. Weet je? Je hebt het in eigen hand. Je kan doen wat je wil. En in saying that, ik bedoel... Wat we, zeg maar, alles wat we tot nu toe online hebben gedaan... Ik heb zelf altijd zoiets van, ja, wat ik doe is niet zo bijzonder. Want iedereen die... Maar het blijft me toch altijd verbazen hoe men niet echt bezig is met die online wereld. En het meer een soort van als een soort negatief iets ziet. Van ja, dat is allemaal te weinig. Maar nou, nog steeds dat je... Ja, want in de huidige vorm... Maar jullie zijn toch het levend bewijs van hoe het anders... Ja, daarom. Maar daarom begrijp ik dus inderdaad die partijen niet die dan er tegenaan met de hakken in het zand staan. Dan denk ik, uiteindelijk zul je mee moeten in die... Ja. In die zee van ontwikkeling. En als je je anker uitgooit en stug zoiets hebt van hier blijf ik en dit is de module waar ik het in doe en anders niet, ja, dan ga je, dan zal je zinken, weet je. Dat, ja. Als je early adapter bent, naar welke nieuwe dingen kijk je nu? Nou ja, Good Fine is inderdaad een voorbeeld. Toevallig wordt natuurlijk vanavond de Instagram video optie aangekondigd. En uiteindelijk, waar we nu eigenlijk een beetje mee bezig zijn, is dat ik probeer ons brand te humanizen. Dus ik probeer door John Fine of door uiteindelijk een Instagram zijn we nu al aan het brainstormen van oké, wat kunnen we daar van coole dingen mee doen? Niet eens zozeer geleerd, misschien direct een bepaald nummer of een bepaalde artiest, maar juist om je merk iets cools mee te geven. Ik bedoel, als je kijkt naar de video's van Fine die worden gehost op de mainpage, als je gewoon een creatief idee hebt, dan speel je daarmee in de kijker. En dat kan een video zijn, dat kan een soort nieuwe sitevorm zijn. En op die manier kun je, zeg maar, jezelf onder de aandacht brengen. En ik denk dat dat iets is waar we gewoon... ik lees dagelijks blogs, ik hou ontwikkelingen bij. En soms heb je ook bijvoorbeeld een Pinterest, werkte bij ons weer niet. Omdat het toch echt meer een lifestyle ding is en meer voor design en mode. Hebben we dat wel een tijdje geprobeerd. Maar op een gegeven moment concludeer ik dan, nee, hier gaan we dan ook weer mee stoppen. En dan shift je weer naar iets waarvan... ik bedoel, voordat we begonnen... hadden we ook al honderden volgers, terwijl we hadden er geen één video op staan. Dus mensen wachten ook echt totdat je met content komt. Ja. Ja. Nou, mooi verhaal. Wat is het belangrijkste punt? Je zei net al, ik hoop die mensen iets mee te geven van een beetje inspiratie over hoe je het ook kan doen. Heb je nog echt een wijze les of steek je vingertje straks nog op? Nou, ja, een wijze les. Ik heb gewoon, ik denk gewoon dat je altijd proactief moet zijn en altijd verder moet kijken dan de ontwikkeling die zich op dat moment afspeelt. Maar altijd, ik denk ook dat het gewoon lastig is natuurlijk als je een hele complexe bedrijfsvorm hebt om daar heel erg snel op in te spelen. Maar ik denk dat het van belang is dat je altijd iemand in je bedrijf moet hebben die nadenkt over het why, waarom we iets doen. En die altijd, zeg maar, dat in een context plaatst met nieuwe ontwikkelingen. En die dan altijd dat terug kan koppelen naar dus logge bestaande vormen van werken. En die dan op die manier altijd een soort van, nou ja, weg kan wijzen naar de nieuwe manier een over... Een intrapreneur heet dat gewoon. Een intrapreneur? Oké, nee, die kende ik nog niet. Dus bij deze, een intrapreneur. Ja. Heel ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk.